High tea voor 30 jubilerende echtparen. Maarten Sprang exposeert zijn foto's over Tsjernobyl. Ruim 1400 kinderen deden mee aan het verkeersexamen. Phoenix biedt was- en textielservice aan klanten. TK Maxx geopend in een nog vrij lege oranjerie. En bijzondere kijkwandelingen op zondag 28 april. Zaterdagmiddag werden 30 echtparen door het college van Apeldoorn verwend met een high tea. Al deze echtparen zijn 60 jaar getrouwd en werden gezamenlijk in Hotel De Keizerschoon in het zonnetje gezet. Het was de tweede keer dat de gemeente dit organiseert. En we hebben tegenwoordig, doordat de mensen steeds ouder worden, zo'n 150, 60-jarige huwelijken per jaar in Apeldoorn. Nou, dat is bijna niet meer te bezoeken, zullen we maar zeggen, individueel. Dus daarom organiseren we het nu centraal, voor de tweede keer. Het gezamenlijk vieren van hun trouwdag vinden de echtparen een goed initiatief van de gemeente. En zo gezellig bij elkaar in een gemoedelijke sfeer komen de verhalen vanzelf los. Meneer Jansen, wanneer zijn u en uw vrouw 60 jaar getrouwd? Wij zijn op 12 februari 1959 getrouwd. In het oude gemeentehuis nog. Ja. En het feestje van vanmiddag, vindt u dat leuk? Vindt u het bijzonder? Ja, want je maakt niet iedere week mee. Dus voor een feestje zijn we altijd te porren. Dus zei ik vroeger bij mijn baas toen ik met pensioen ging. Ik zei, voor het werk ga ik weg, maar voor een feestje kun je me iedere week bellen. Wat heeft u gedaan? Ik was gereedschapmaker van mijn vak in de metaal. Ik heb gewerkt bij het bedrijf aan de Keijersdijk VDL. Ik weet niet of je dat bekend bent. En ik ben al zwaar 23 jaar weg en ik krijg nog iedere keer mijn kerstpakket en dingen. Wat was uw huwelijksdag? Welke datum? 1 april. Dat is een hele bijzondere dag om getrouwd te zijn. Ja, het kwam zo uit, hè? Ja. Nee, was geen opzet hoor, was helemaal niks. Nee. Kijk, er zijn wel grote grapjes, maar dat was geen grapje. Nee, helemaal niks. Dus ging goed zo. Ja, dat kwam zo uit. Maar ja, wij zijn voor de wet getrouwd en voor de kerk getrouwd. En de kerk deden we nu dus een paar maanden later, hè? En dat eigenlijk vieren we. Vindt u het leuk hier? Ja, ik ken het wel, want ik heb hier dichtbij gewerkt altijd. Op Paleis Het Loo, hè? Paleis Het Loo, ja. Wat heeft u daar gedaan? Parkwachter. 40 jaar. We waren met 3 broers, alle 3 40 dienstjaren bij de koningin. Dat is bijzonder. Ja, dat is bijzonder, ja. Ja, allebei, mijn 1 die is overleden al, ja, de jongste. Maar verder gaat het prima. Wat heeft u gedaan op Paleis Het Loo? Alle voorkomende werkzaamheden. Als de koninklijke familie er was, dan deed ik bijvoorbeeld de kleding van de dames van de koninginnen. Ik heb 6 jaar de linnenkamer erbij gedaan. En verder de kamer van de koningin en van de prins. Zulke alles. Het idee achter de high tea is ook om de echtparen te ontlasten. Ja, dat denk ik ook. Kijk, als je toch thuis komt, hè, dan kom je toch in iemands privéomgeving. Iedereen gaat dan netjes opzitten, zoals het dan heet. Hè. Familie erbij, taartjes erbij en het moet er allemaal keurig uitzien. En hier ben je er lekker uit en je kan de boel laten thuis. En natuurlijk wordt er thuis ook wel feest gevierd. Hè. Zo gaat het vaak, hè, met recepties en feestavonden. Maar hier kunnen ze lekker gewoon genieten en zich lekker laten verwennen. De echtparen waren goed te spreken over deze middag. Een enkeling had zich daar helemaal op voorbereid. Heeft u het leuk? Heeft u lekker gegeten? Heerlijk. Ik heb al heel wat op. Maar ik heb er rekening mee gehouden, hè? Weinig gegeten vanochtend. Nee, maar dit is heerlijk. Ja. En is het ook leuk aan tafel? Gezellig? Ja, het is wel eens moeilijk om even te praten, hè? Want een beetje rumoerig en zo. Nou, ik bedoel, we zitten best wel gezellig, hoor, zo. Ja. Ja. Ik vind dat wel een goed idee. Ja, het is een goed idee. Want anders, anders was het niet zeker dat er iemand langs zou komen. En zeker, ja. Ik had ook gedacht dat er veel meer rollators zouden zien. Nou, dat is het dus, hè? Ja. We hebben wel de stokken bij ons. Voor als we straks een beetje biebelig zijn, hè? Maar er zit geen wijn bij, dus
worden niet wiebelig. Zaterdagmiddag woedde een brand in een spouwmuur van een woning aan de Hoefblad in Apeldoorn. De brand bleek lastig te blussen voor de brandweer. De brand werd ontdekt door de bewoners van de woning. De brandweer heeft de brand vanaf de grond en vanaf het dak moeten blussen. Daarbij hebben zij enkele sloopwerkzaamheden moeten verrichten om beter bij de brandhaard te kunnen komen. Het verbrande isolatiemateriaal is verwijderd. Hoe de brand is ontstaan en hoe groot de schade is, is niet duidelijk. Zondagochtend klapte een personenauto op een motor. Dat gebeurde op de kruising Europaweg met de Uchelenseweg. De motorrijder stopte plotseling voor een stoplicht, waardoor de automobilist de motor niet meer kon ontwijken. Door de klap schoven de auto met de motor nog 3 meter verder. Door een wonder zijn hierbij geen gewonden gevallen. De schade was enorm en moesten beide voertuigen worden weggesleept. Zondagmiddag werd er in Café Samsam in Apeldoorn een indrukwekkende foto-expositie geopend. De Apeldoornse fotograaf Maarten Sprang laat daar zijn foto's zien die hij in Tsjernobyl heeft gemaakt. Dit is wat anders dan nieuwsfotografie. Waarom dit? Dit kwam eigenlijk door Facebook. Een vriend van mij die had op Facebook gezet van wie gaat er met mij mee naar Tsjernobyl. En ik had toen gereageerd van nou, ik ga wel met je mee. Maar ik dacht eigenlijk dat het een grapje was. Dus, ja. Is dat veilig daar? De gids heeft ons verzekerd dat het daar veilig was, ja. Maar we hadden wel een Geiger teller en die sloeg natuurlijk her en der wel uit, maar schijnt niet meer uit te slaan dan bijvoorbeeld in een vliegtuig of zo. Slechts een klein deel van zijn foto's zijn te bewonderen. Dat heeft te maken met de ruimte van het café. Maarten Sprang heeft daar 2 zones bezocht en op de gevoelige plaat vastgelegd. De eerste zone waar je binnenkomt, dat is de 30 kilometer zone. En daar zie je al wat huisjes, dat zijn meer boerderijtjesachtige huisjes. En dat zijn dus die foto's. En dan kom je op een gegeven moment in de 10 kilometer zone. Dat is ook de zone waar de kerncentrale zelf staat. En dan kom je op een gegeven moment in de centrumzone. En dat is de stad Prepjat, waar 120.000 mensen zijn geëvacueerd destijds. Voor een relatief klein bedrag zijn de foto's ook te koop. Wat is jouw favoriete foto? Mijn favoriete foto die hangt op de schouw. Dat is een foto van een teddybeer. Waarom is dat je favoriete foto? Omdat het de hele foto heeft 1 kleur. En je moet echt goed kijken om de teddybeer te ontdekken. En ik vond dat een heel boeiend beeld, zeg maar. De foto-expositie blijft tot en met 4 mei in Café Samsam hangen. Dinsdagochtend werd er in de binnenstad van Apeldoorn het jaarlijkse verkeersexamen voor scholieren afgelegd. Ze werden aangemoedigd door loco-burgemeester Wim Willems en kinderburgemeester Sibyl Oskam. Hoe was jouw verkeersexamen? Vorig jaar ging het wel goed, ik ben geslaagd. Ja, dus daar ben ik wel blij om. Wat geef je de deelnemers nu mee of heb je niks gezegd? Nou, ik heb wel natuurlijk succes gewenst en ben je zenuwachtig en ik heb gewoon even gekwetst een beetje eigenlijk. Het praktijkgedeelte van deze ochtend is een onderdeel van het totale verkeersexamen. Hoe worden de leerlingen hierop voorbereid? Als het goed is krijgen ze in de klas, eigenlijk al vanaf groep 3 beginnen ze met verkeerslessen. En in groep 7 is het de kers op de taart. Worden ze echt voorbereid tot het examen van afgelopen donderdag. Theoretisch examen van VVN. En afgelopen vrijdag zijn de eerste scholen al begonnen met het echte praktijk. Zijn we in Uddel geweest. En vanochtend is hier het grote startschot gegeven voor het examen op het Marktplein. Ondanks het drukke schooljaar doen vrijwel alle basisscholen mee aan dit examen. Tot op heden is bijna elke school wel op een of andere manier ermee bezig. En komen ze vrijwel ieder jaar ook hier naartoe. Sommige scholen hebben een mix van groep 7 en 8. Omdat dat gewoon praktisch beter is. Maar uiteindelijk gaat inderdaad bijna iedere leerling wel met een verkeersexamendiploma van school. Of in ieder geval heeft een poging gedaan tot hem te behalen. Er zijn ook wel eens leerlingen die zakken? Ja, er zijn ook wel leerlingen die zakken. Of mogen een jaar daarop weer terugkomen. Want ja, het gaat er niet om te zakken. Het gaat er vooral om te leren, te ervaren wat je doet. En wat je weten waar je mee bezig bent.
Ruim 1400 scholieren moesten een bepaald parcours afleggen en komen op de route verkeersborden, verkeerslichten en alle soorten tekens op de weg tegen. Er hangt al een hele poos een route, dus die hebben ze al kunnen oefenen. Wat ze moeten laten zien is dat ze snappen dat ze in het verkeer deelnemen. Dat ze kunnen anticiperen op wat er gebeurt. Netjes hand uitsteken, richting aangeven, wachten voor het rode licht. Dat zit er allemaal in. Maar wat wij het vooral belangrijk vinden is dat ze goed en veilig overkomen. De route rijden en hier met een prettig gevoel weer terugkomen. Zonder helemaal in de stress te zijn geweest of enge dingen hebben meegemaakt. Het praktijkexamen nam de gehele dag in beslag. Het kringloopbedrijf Voenings op het Zwitserterrein in Apeldoorn heeft er een wasserij en textielatelier bij. Daarmee kunnen zij de aanvoer van kleding en textiel beter geschikt maken voor hergebruik. We krijgen heel veel kleding binnen, 260 ton per jaar als Voenings. En daarvan vinden we 15% eigenlijk maar goed genoeg voor de winkel en de rest gaat weg naar grootinkoper. En door de wasserij kunnen we veel meer kleding hergebruiken, plaatselijk hergebruiken, door het te wassen en te mangelen en dus zorgen voor een betere plaatselijke hergebruik van kleding. En kleding is een van de meest vervuilende dingen in, waar wij gebruik van maken als mens. Dus als we daar weer beter hergebruik in kunnen realiseren, is dat alweer winst. In de nieuwe wasserij wordt er duurzaam gewassen. Behalve hun eigen was kunnen ook particulieren en bedrijven gebruik maken van de wasserij. Dat geldt ook voor het textielatelier waar allerhande vermaak- en herstelwerkzaamheden worden gedaan. Deze extra service biedt ook werkgelegenheid op. We hebben zelf 2 mensen aangenomen die het hier runnen. Want het is wel een vak apart natuurlijk. Je moet alles wat je doet moet je goed doen, anders moet je er niet aan beginnen. Daarnaast hebben we ook reïntegratie- en participatiewerkplekken. Statushouders, vrijwilligers, allerlei mensen die elders ook bij ons werken binnen het bedrijf. Die komen ook hier aan het werk of zijn ook al hier aan het werk. Samen met het ROC in Zutphen gaat Voenings een eigen mode- en tassenlijn maken. Dat maken zij van textielafval. Voenings hoopt met deze nieuwe service en het ontwikkelen van hun eigen producten het textielafval drastisch te verminderen. We hebben nu 260 ton per jaar krijgen we binnen. 15% vinden we goed genoeg voor de winkel. Dat willen we verhogen naar 25-30% door het te wassen. Het uiteindelijke doel, mijn droom is met een paar jaar, dat we alle kleding die wij binnenkrijgen plaatselijk gaan hergebruiken. En als het niet als kleding is, dan als grondstof een kleding te maken. En als dat ook niet meer kan om kleding wat je nergens anders meer voor kan gebruiken, om dat te gebruiken binnen akoestische panelen. Om akoestiek te verbeteren binnen gebouwen. Voenings is de eerste kringloopwinkel die deze duurzame service biedt. In het winkelcentrum Oranjerie werd donderdagochtend de outlet store TK Maxx geopend. De Amerikaanse winkelketen heeft nu 11 vestigingen in Nederland. De vestiging in Apeldoorn is daarvan de enige in het oostelijk deel van ons land. De winkel levert voor 30 mensen werk op. Lokale burgemeester Mark Zandman mocht de opening verrichten en vindt de winkel een verrijking voor Apeldoorn. Ik ben heel erg blij met het TK Maxx vandaag hier geopend is in Apeldoorn. Het is heel belangrijk voor een binnenstad om een goede mix te hebben tussen de grotere winkels, echt regionale trekkers, en die leuke kleine winkeltjes. En die moeten elkaar echt aanvullen, die hebben elkaar ook echt nodig. Het winkelcentrum wordt vernieuwd en is deels klaar. Toch staan er nog aardig wat winkels leeg die nog niet verhuurd zijn. Zandman heeft een goed gevoel dat ook die ruimte gevuld gaan worden. Ja, ik zie achter de camera hier zie ik Mango opent binnenkort. We hebben New Yorker, TK Maxx. En dan is de verbouwing van Oranjerie nog niet eens afgelopen. Dus volgens mij zit de vaart aardig in. Wat vindt u van de verbouwing tot nu toe? Ja, fantastisch. Dat is natuurlijk de trots van Apeldoorn op dit moment. Als je dit soort verbouwingen, überhaupt geldt dat voor de hele binnenstad, dat maak je maar één keer in een paar decennia mee. En we zijn ontzettend blij ook dat de eigenaar, de investeerder in Oranjerie, zoveel heeft willen investeren in Oranjerie. In september moet het winkelcentrum klaar zijn en wordt dan feestelijk geopend. Donderdagmiddag is een motorrijder gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een personenauto. Dat gebeurde op de KS Dijk, ter hoogte van de afslag Apeldoorn-Zuid. De motorrijder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend.
Kijk voor het nieuws uit jouw regio ook op onze website rtv-apeldoorn.nl. Onze nieuwsuitzendingen zijn daar ook op te zien. Ga naar rtv-apeldoorn.nl en je bent gelijk op de hoogte. Het Apeldoorns Gidsencollectief bestaat 10 jaar en dat wordt op zondag 28 april gevierd met een aantal bijzondere en unieke kijkwandelingen door Apeldoorn. Dan willen we trakteren en dan willen we eigenlijk dat het een feestje wordt voor iedereen die graag eens een wandeling mee wil maken met het Apeldoorns Gidsencollectief. En dus hebben we iets bijzonders bedacht. We starten van 5 markante punten in Apeldoorn. Dat is de dag na Koningsdag, 28 april op zondag. Starten we vanaf 5 markante punten. De Naald, het Coda Museum, de Brug de Freule over het kanaal, vlakbij het potlood. Het Amalia Paviljoen bij het Amalia Park, wat vroeger Brinkpark heette. En de Zwitsal, ingang Noord. En dan ga je met een gids op pad. Zo'n wandeling duurt een uur, begint 's middags om 2 uur. En dan is het de bedoeling dat al die wandelingen een uur later, om 3 uur, hier bij deze muziektent, daar eindigen. En dan hebben we daar een feestje met z'n allen. En we hopen dat er zoveel mogelijk mensen komen. Het is allemaal gratis. Het Apeldoornse Gidsencollectief bestaat uit ruim 25 vrijwilligers die allerlei historische wandelingen door Apeldoorn organiseert. De wandelingen op 28 april wijken daar eenmalig vanaf. Ja, er zit duidelijk verschil in die wandelingen hoor. Maar we hebben het overgelaten aan de gidsen die wandelingen hebben opgezet. En het is ook een eenmalig gebeuren. Altijd hebben wandelingen een thema, maar je kunt wel nagaan. De wandeling vanaf de Naald bijvoorbeeld, die gaat langs de Lolaan. Dus er zullen heel veel elementen van de Lolaan worden belicht. De wandeling vanaf het Amalia Paviljoen, die gaat langs de Grift. En de Grift is eigenlijk zo'n beetje de oorsprong van Apeldoorn. Dus er zal daar meer de nadruk op worden gelegd. En de wandeling vanaf het Coda gaat door de binnenstad. En daar valt heel veel over te vertellen. Om mee te doen aan zo'n unieke wandeling moet men zich wel eerst aanmelden. Dat vinden we wel even prettig, want na afloop krijgen alle mensen een hapje en een drankje. Dan moet je toch ook ongeveer weten hoeveel mensen er komen. Vandaar. Nou, je kunt je opgeven voor 25 april aanstaande via een e-mailadres. En dat is agcgidsen. Van Apeldoorns Gidsencollectief, agcgidsen@gmail.com. Op hun website staat alle informatie over het 10-jarig bestaan van het Apeldoornse Gidsencollectief. Morgen is het zonnig en blijft het droog. Er staat een vrij stevige oostenwind en het wordt een graad of 14. In de avond en nacht is het helder en staat er een vrij koude wind. Het kwik daalt dan naar zo'n 4 graden. Dinsdag is het zonnig en droog en wordt het zo'n 14 graden. Woensdag is het wisselend bewolkt met zo nu en dan zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 15.